Voilà, Matthias, dat zijn ze dan, hè? De corona-autotests. Er zit ook weer heel wat papier bij. Ja, hallo. Plaats het steriele wattenstaafje uiterst zorgvuldig in het neusgat met de meeste afscheiding. Draai het wattenstaafje 4 keer gedurende ongeveer 15 seconden tegen de neuswand. Oké. Okay. Hagenaam is dat niet, hè? Amai. Maar zo makkelijk is het toch niet, hoor? Nee, we moeten 15 tot 30 minuten wachten. Zou jij naar de Bomma gaan dit weekend als je nu negatief blijkt te zijn? Ja, nee. Aangezien het dan toch niet echt volledig uitsluitsel geeft, zou ik daar toch niet volledig op vertrouwen. Nee, eigenlijk niet, hè. Maar ik vind dit toch echt niet evident, hè. En ik vrees dat als mensen hierop gaan vertrouwen, dat er heel veel mensen misschien de test niet genoeg gaan, niet juist gaan afleggen. En zich zomaar vrij gaan begeven met anderen, barbecueken doen, wandelingsje doen met andere mensen. En dan toch positief zijn zonder het eigenlijk goed en wel te beseffen. Ik ben negatief. Ik ook, bewijs. Voilà Matthias, we zijn alle twee negatief. Gelukkig. Oef wat mij betreft. 1 op 5 is vals negatief, dus helemaal zeker kunnen we niet zijn. We gaan nog altijd mondmasker moeten aandoen, ja. We gaan nog altijd afstand moeten houden. Wij zijn heel benieuwd ook naar uw bevindingen. Vanaf 6 april zijn die dingen dus beschikbaar in de apotheek. Gaat u ze gebruiken? Vindt u het gemakkelijk om de test te doen? Vertrouwt u op de resultaten? Laat het ons zeker weten via social media. En aarzel ook niet om een kijkje te gaan nemen op onze website. En daar hebben we heel wat informatie verzameld over deze nieuwe vorm van testing waar we nu mee gaan te maken hebben. Ja.